Oké, welkom terug bij deel iets van 17 van de motorachting Career Mode. We gaan beginnen met Silverstone voor race 12. En ja, de vorige keer op de Red Bull Ring hadden wij een goede pace in de quali, wel de pole position, maar in de race vechten voor de overwinning met DJ Antonio gingen we compleet de mist in met twee crashes in de laatste ronde, waardoor we buiten de punten terugvielen. Dus hopelijk kunnen wij dat hier in Silverstone goed maken, zodat wij wat meer reputatie kunnen bijtanken om ons natuurlijk ook in de picture te rijden om naar de Moto 2 te gaan voor het seizoen. Dus de Silverstone is wel een circuit waar ik van hou, dus hopelijk kunnen wij hier een goede race hebben. Dat is zo raar. TBT naar 1996. Alsof je een Throwback Thursday doet naar letterlijk een jaar. Ik bedoel, gaat het niet om een dag of een gebeurtenis? Ik bedoel, iedereen die MotoGP volgt weet dat 96 Rossi's debuutjaar was. Ja, bij die Oostenrijkse Grand Prix hadden wij ertussen kunnen staan. Kijk, Salas, Onchoa en Yamanaka in de Red Bull Rookies race. Dat is wel grappig. Oké, hopelijk kunnen we hier een tweede pole op rij pakken en het deze keer wel verzilveren. We hebben inmiddels wel 12.000 volgers op onze social media account. Hello and welcome to the Silverstone Circuit. Dankjewel, Steve. Oké, we doen maar even een rondje om te kijken wat we kunnen doen in deze sessie. En hopelijk kunnen wij weer ons op een redelijke uitgangspositie neerzetten. Oh ja, ik ben vergeten mijn rijstijl aan te passen. Dan wil ik toch een keer proberen hoe dat eruit ziet. Want het voelt een beetje raar met die bodyout, omdat hij zo ver naar buiten hangt. Maar sowieso zijn de physics gewoon raar in dit spel. Dat ging wel lekker door kops, minder track extent, maar gelukkig zijn er niet zulke strenge penalties in het spel. Niet echt de beste lijn hier. Veel vibraties in de voorkant daar, maar we komen ermee weg. Oh, een slide. Oh, oké, dat onderschat ik een beetje. Ik dacht, ik kan er met een kleine lift doorheen. Niet dus. Ah, invalid lap. Ja, ik weet niet waarom dat me verbaast eigenlijk. Dus ik ga niemand in de buurt. Ik kan misschien een keer proberen met een slipstream te rijden. Maar deze lap is toch wel invalid. Dan kijken we even wat de tijd zou zijn geweest. Een 2.12.8 was het geweest. Ja, deze was ook gecanceld. Ging wel beter voor Magnus Bergs en Chapman hier.
Joe Loy. We zijn even neer, panstage in quali. Dus gaan we gewoon door eigenlijk. We zitten hier goed in het wiel bij Loy nu. De sniper. Ik blijf even achter voor mijn volgende ronde. We hadden dus dezelfde tijd gehad als die niet gecanceld was. We hebben een beetje afstand hier. We kunnen net nu naar dezelfde tijd. Oh, Bassini. Oké, nu beginnen de tijden echt te kelderen. Oké, nu geen track limits pakken. Daar was hij achter ons. Viert in de rood. Bassini profiteert ook een beetje van ons, denk ik hoor. En die staat al op pol. Dat ik geluk. Dit kost nu tijd. Roy had dus op. Hier dan er langs. 2-10 oranje. Ik zie nu ook er langs. We hebben het goed gemaakt, 600 zak, ik moest heel veel liften. Ik heb toch wel een beetje stage achter, want het begint wat te droppen. Droppelplans. Heel wijd hier, misschien zit er nog wel redelijk ver achter. 11 af van Martin, ik denk we gaan geen pol halen hier. Wordt het P4 op 17, dan kun je al tekenen. Kijk, zie je, we hebben gewoon Bestia naar dezelfde tijd meegelift. Maar goed, hier ben ik wel op. Oh, als je naar foto moet gaan, dan telt hij helemaal niet dit mee. Ah, jammer. Oké. P4 dan. Waarschijnlijk wordt het nog ietsje lager, of niet? That brings an end to this qualifying session. Nee, blijf P4. And after a thrilling contest where the riders gave their all right up until the end, we can finally find out the Ramirez met een 2.21. Solid. Oké. Nou, we zijn nog goed bij op de tweede rij. Maar we hebben wel even wat punten nodig voor, nadat we ons compleet vergisten twee keer in de laatste ronde in de vorige race. We hebben nog het resultaat nodig om onze reputatie wat hoger te krijgen. Zodat we naar de Moto 2 kunnen. Of misschien ook naar een beter team voor het derde deel van dit seizoen.
Want we gaan volgens mij weer een transfer window krijgen. Joining you live from Silverstone. Here we are live from the Moto3 class starting grid, where the riders are on the Silverstone starting grid and are ready to face one of the most demanding Grand Prix of the whole year. Okay, race 12 volgens mij van het seizoen. En we zijn onderweg voor 300 hier op Silverstone. Weer echt een slechte start. Waarom zit ik in z'n 2? Ik ben bijvoorbeeld naar z'n 2 gegaan voor some reason. P23, nice. Nou, daar een binder voor je hebt nodig. Oké, niet echt de start op het hoop. Van 4 naar 7, thanks. Foggia, Masaki, Minjo. Daar een binder. Ik heb even een beetje haast hier. We liggen bijna laatste. Kijk, daar mijn nummergenoot, Lopez. Oh, sorry. Dat kwam een beetje door mij. Hier, kijk. Hetzelfde nummer. En ik word gebeld. Ik bel zo wel even terug, I guess. Of zal ik... nu even opnemen.
onze. Straks. Oké, we gaan weer even verder. We kijken wel hoe ver we komen. Nou, Mio die gaat niet zo ver komen. Ik word even gebeld door mijn moeder die in een hotel zit. Makarchenko. Ook mooi voorbij hier. Oh, oké, sorry, die viel eigenlijk ook een beetje door mijn schuld. Tobe gaat naar wijd, Sasaki. Zaten we ook bij aan de binnenkant en nu buitenom, want nu het gaat naar de binnenkant als we ook Foggia pakken hier. Echt iedereen gaat onderuit door mij, excuses daarvoor, maar... Dus... Ik vind het niet erg. P13, dus we beginnen wel progress te maken. We zijn aan Q-Bytes. Ik heb gewoon van. En op zich hebben we wel een redelijke pace hier. Negeer de cornercut. John McVie, thuisrijder.
Okay. Ja, mooi de bochtijn. Oh, een beetje wheelspin wel. Weer beginnen we nu de achterband te voelen. Die slijt veel sneller in de quali. Ik denk dat het is geskilled. En de quali is waarschijnlijk geskilled gewoon op een 100% race. Ik ben door bij Suzuki. Bij 11. In ieder geval liggen we weer in de punten. Oh, McPhee. Gaan we nu ook. Ik ben door voorbij. Bijna een valpartij, maar het gaat net goed. Door bij Uttel. Bij 9. Oké, je kan het TCS aanpassen. Wauw, het zat altijd op full. Damn. Dat heb ik nooit geweten. Rodrigo, het ging daar een beetje langzaam doorheen. Ik laat het TCS maar van nu even hier zo staan, als we binnen doorgaan bij Capri Rodrigo. P8, en hij gaat onderuit door mij, sorry daarvoor. Nu achter de toekomstige Moto3 wereldkampioen Lorenzo Dalla Porta. Een kleine screenshot voor de thumbnail. Nou, is dat toch het punt dit? Nee, is een beetje scare eigenlijk. Laat maar. Misschien is dit beter. I don't know. Is dat beter? Of zoiets. Zo. Oh ja, je hebt natuurlijk geen dinges. Dus we kunnen gewoon zo een screenshot pakken. Oké, gaan we verder. Oh, drop blijven sturen. Okay, we gaan nu de laatste ronde in. Ah, er zit niet zo heel veel meer in dan P7 of zo, denk ik. Maar in ieder geval is dat een verbetering van de vorige race, natuurlijk. Oh, achterkant. Misschien moet ik de volgende keer geen softs kiezen. Ook heb ik ze niet eens gekozen, dat is gewoon default, maar goed. Geen grip meer aan de achterkant. Ik denk dat het P8 wordt hier. Dus we hier binnen door kunnen bij Dalla Porta. We zitten het ernaast, maar hij houdt het buitenom. Hele andere lijn voor ons hier. We kunnen niet echt de exit pakken. Oh. Heel erg aan de binnenkant van de curb daar.
We kunnen niks meer doen. Hele slechte exit. We kunnen hopelijk net aan P8 vasthouden. Bastien in de winterrace vanaf pole. Voor ons is het wel weer een finish in de punten. Op P8. Okay. While we wait for the cameras to take us to the Parc Fermé to meet the stars of the race, let's take a quick look at the Moto3 class final ranking. Daarmee nog steeds een P9 in het kampioenschap. This rider is doing an excellent job and the results show it. The next step is fighting for the results that matter and it looks like he's on the right path. Goed, was het voor, ik gok, deel 17 van de career mode. Wederom een race voltooid en de volgende keer gaan we naar Misano. Maar misschien hebben we nu wel een transfer trouwens. Weet niet zeker though. We zullen wel zien wat we nu krijgen. Nee, we hebben nog geen transfer. Dan is het waarschijnlijk na Misano hier. I'm guessing. Oké, goed, ik ga het hier voor beëindigen. Dus thanks voor het kijken. Nog een fijne dag en tot later. Mazzel.